heb jij ook munten buiten staan en ziet het een beetje droevig uit? Ik heb de oplossing. Mijn munten ziet er helaas een beetje gelig uit en de bladeren aan de onderkant zien er niet zo goed uit. Snoei je munt flink af en je zult zien dat er binnen no time dat die weer frisgroene bladeren krijgt. Wist je dat je dit ook heel makkelijk kon stekken? Je doet zo'n steeltje in een glaasje water en in een paar weken heb je weer wortels en dan kun je weer een muntplantje van maken. Geef je munt nogal wat voeding. Ik heb hier tomaten en kruidenvoeding. Binnen een paar weken zul je zien dat de plant weer helemaal volgroeid is, vol met frisse bladeren.